Het is eindelijk zover. 19 februari, de release date van Shining Fates. En ik ga in deze video voor jullie een Elite Trainer Box en een tin van deze nieuwe set openmaken. En ik ben heel benieuwd of we al gelijk die Shiny Charizard kunnen poelen. Ja, welkom allemaal bij een nieuwe video. Mijn naam is Pim, ook op Mongoloid TV. En ik ben echt in tijden niet zo enthousiast geweest voor een set Pokémon-kaarten. De nieuwe set Shining Fates is super sick. Met misschien wel 100 shiny Pokémon. En er zit gewoon zoveel hype om deze set heen. En ik heb hem eindelijk weten te bemachtigen. Vandaag is de release date. Ik kan eindelijk gaan openmaken. En er zitten gewoon zoveel zieke kaarten in. Dus laten we gewoon gelijk van start gaan. Ik ga even de ETB als eerst doen. De Elite Trainer Box. Daar zitten ook wat andere dingen in. En dan maak ik de tin gewoon even los open. En dan pak ik die booster er gewoon tegelijk bij uit. Hier ligt die jongens, de Elite Trainer Box natuurlijk met de Eevee VMAX erin. Als het goed is, zit er ook een Eevee VMAX promo kaart in. Laten we hem gelijk open scheuren. Maar ik vind ook sowieso die tekst en alles, hoe het erop staat, ziet er gewoon super nice uit. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal in zit. Het boekje zit erbij weer natuurlijk. En in het boekje staan alle kaarten ook die in deze set zitten. Dus laten we gelijk even kijken. Ja, en zoals je kan zien, er zitten dus inderdaad de nieuwe starters van Sword and Shield. Zitten er shiny in. Ja, en de, natuurlijk de Amazing Rares. Kyogre, Reshiram, Yveltal. Die zaten natuurlijk ook al in de Japanse Shiny Star V. En die zitten nu ook weer in deze set. En hier heb je dan inderdaad de hele lijst met alle kaarten. Ja, laten we gauw naar achter. Er zit één Rainbow Rare in, de Alchemy VMAX. Ja, en wat er natuurlijk ook is, het is ontzettend veel Full Art Trainers. Met natuurlijk als kerst op de taart de Skyla Full Art, de Babe of the Set. En natuurlijk de Pokekid en de Ball Guy, die natuurlijk ook super tof zijn. Ik hoop natuurlijk dat we die Ball Guy krijgen ook. Ja, en dan al die Shinies. Och, dit is echt genieten, jongens. Ja, en wat heel erg helemaal nieuw is in deze set, zijn de Secret Rares, de twee Gold Card, Eternatus V en Eternatus V Max. Een nieuwe rarity. Je had natuurlijk ook al de Zamazenta promokaarten in die kleur. Ja, en natuurlijk degene waar iedereen voor gaat. De Shiny Charizard V Max. Ja, als we die poelen, jongens, dan word ik echt helemaal wild. Laten we de box openmaken. Eigenlijk zien ook Elite Trainer boxen er zelf bij. Je hebt natuurlijk de boosters. Er zit een promokaart in. De Eevee VMAX. Heel erg nice. Daarnaast heb je een pakje energies om een deck te kunnen maken. Een promocode, die mogen jullie wel hebben. Natuurlijk de Eevee sleeves. Heel tof. Ik heb natuurlijk al wel een beetje gespiekt wat erin zit. De rulebook voor de card game. De coins. Dobbelsteentjes. Nou, hartstikke leuk allemaal. Ik stop dit gauw even terug. Jongen, ik ben zo hype voor die boosters. Ik wil gewoon die boosters openmaken, joh. Oké, jongens. En dan hebben we nog de Boltund tin. En je hebt drie verschillende tinnen. Eén met Elgros, één met Boltund. En één met, ik weet even niet zo snel in mijn hoofd. En er zit gewoon gelijk al een shiny promo kaart in. Zoals je kan zien, een shiny promo kaart. Ja, en nu is het moment supreme, jongens. Er is zoveel discussie over. Zitten er nou 5 of zitten er nou 6 in een tin? We gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Het is er 1, 2, 3, 4, 5. Ja, we zijn gescamd. Er werd overal gecommuniceerd dat er 6 in een tin zouden zitten. Ik stop deze wel even terug. Dan sliep ik die straks even. Oké, daar gaan we. We hebben dus 15 booster packs, jongens. 15 booster packs Shining Fates. En ik ben echt oprecht, denk ik. Nou, ik had natuurlijk Hidden Fates overgemaakt van de week. Op stream. www.facebook.tv. Maar die set was vet. Maar ik voel bij deze echt een beetje hetzelfde, jongens. Oké, daar gaan we, jongens. De allereerste booster pack van Shining Fates. Die is weer voor jullie. En de trick is hetzelfde. Gewoon in 4. Oef. Flink wat whitening op deze. Dan gaan we, jongens. De allereerste booster pack van Shining Fates. Hier op dit kanaal. En we gaan er veel openmaken, jongens. Zowel live op Twitch, dus www.twitch.tv/monkloytv. Maar ook dus hier op het YouTube kanaal. Waar we echt heel veel Shining Fates video's gaan maken. En dan gaan we. Dark Energy. Tropius. Rotom.
Rusted Shield. Nikit zat natuurlijk ook in Champions Path. Eevee, heel nice. Vette art ook. Gossifleur. Tuttle. Morpeko. Reverse Trapinch. En... oh, gelijk een Ditto ook. Nice. Gewoon gelijk een Ditto te pakken. Ja, jongens. We hebben in de allereerste booster gelijk een V-card. De Ditto V. Zoals je kan zien. Hele tof card. Je hebt deze ook in Shiny en Shiny V-Max. Dus we hopen die natuurlijk ook nog te poelen. Ach, jongens. Ik wil gewoon Shinies. Ik wil alles. Ik weet... het maakt me ook niet uit wat ik poel. Het is gewoon allemaal nice. En we hebben gewoon zoveel... Vivid Voltage overgemaakt, Champions Pad, andere sets. En het wordt gewoon tijd voor iets anders, joh. Eindelijk weer een nieuwe set. En daar gaan we, jongens. De volgende booster. Fight Energy, Dartrix, Eldegoss, Luxio, Eevee, Morpeko, Buizel, Nikit, Cacnea. Oh, yes! Shiny Galarian Rapidash! Nice! Yes! Onze eerste shiny van deze set. Shiny Galarian Rapidash. En... oh, en ook nog een Cinderace V! Kijk dan, jongens. Dit is echt een opperpack. Lekker. Ah, oh, dit gaat dan gelijk helemaal goed. Wat heb ik dit gemist, jongens. Voor de mensen die al mijn video's hebben gekeken, de afgelopen video's had ik gewoon niet zulke lekkere pools. En kijk dan wat we nu hebben. Galarian Rapidash Shiny. Matchen me, kijk hoe nice deze kaart is. Echt genieten dit. Ik word hier echt gelukkig van. Ik word hier echt gelukkig van. Kom op, jongens. Ja, en het doel is sowieso om voor deze set een master set te creëren. En voor de mensen die het weten, een master set is dat als je alle kaarten, zowel common, rare als reverse holo, holo's, alle shinies, noem het allemaal maar op. Dus dat zou wel bizar zijn. Komt-ie, jongens. Fire Energy. Is This a Sign? Tropius. Luxio. Gym Trainer. Rowlet. Morpeko. Nikit. Eevee. Gossifleur. Reverse Cacnea. Komt-ie, jongens. Ah, Zaroot! Wel een rare. Helaas nu dan geen... shiny of female. Ja, we kunnen natuurlijk niet in elke booster iets zieks hebben. Oké, dan gaan we, jongens. Volgende booster. Booster nummer 4 alweer. We gaan echt lekker, jongens. En we gaan toch zo verschrikkelijk veel boosters openmaken de komende tijd. Oeh, ik zie iets. Die is vier. En weer 4. Ik zie wel wat whitening en wat dots op de hoeken. Psychic Energy. Twaki. Cramorant. Rusted Shield. Buizel, Gemma, Trapinch, Shinx, Rowlet. Oh, Reverse Rillaboom. Nice. Die is heel tof. Die is echt heel nice. Vette art ook. Sowieso Rillaboom, maar sowieso vet was ik degene die ik gekozen had in Sword and Shield. Heel erg nice. En Boss's Order. Oh, wat? Dat is een andere art voor Boss's Order. Maar die kaart is echt... dat is een van de beste kaarten in het spel. Zeker de moeite waard om die te bewaren. Mocht ik zelf nog een keer de TCG fysiek kunnen spelen na corona. En jongens, dat gaan we lekker. Dat gaan we lekker. En ik voel ook gewoon dat iedereen met mij diezelfde hype deelt voor deze nieuwe set. Oh, andersom. En dan gaan we weer, jongens. We gaan toch echt... we moeten toch even... oh, zo'n opperpool willen we, joh. Maar dit is sowieso wel lekker. We hebben al een shiny. Steel Energy. Rotom. Rusted Shield. Eldegoss. Genma. Koffing. Morpeko, Horsey, Spinarak, Reverse Nikit en Volcanius. Die is ook wat tof, hoor. Echt, jongen. Ik wil gewoon boosters openmaken voor mijn leven, jongens. Niet normaal, jongens. Oké, daar gaan we, jongens. Komt-ie. Water Energy. Cramorant. Rusted Sword. Gym Trainer. Gossifleur. Genma. Snom. Q-Fant. Grokey. Hey, Reverse Trapinch. Die hebben we nu dubbel. En... oh, een holo in Diddy.
Heel nice. Gewoon een holo, jongens. Zo is het tof. Ja, weet je wat ook wel nice? Elke pakje heeft dus een witte coat. Waardoor je dus ook niet kan zien of je nou een holo hebt of niet. Dan gaan we alweer, jongens. We hebben al 2 V-kaarten. We hebben al een shiny. We gaan nu natuurlijk nog wel voor die shiny V-maxen. Dat ze helemaal nice zijn. Daar gaan we. Fire Energy. Floatzel. Luxio. Rusted Sword. Rusted Shield hadden we al een paar keer. Koffing. Die zit natuurlijk ook in. Die zat ook in Shiny Star V. Shinx. Crookie. Trampings. Die hebben al 2 keer reverse. Genma. En reverse Cacnea. Die hebben we ook al. En Manaphy. Cute. Die is ultra cute. Och jongens, we hebben nog wel flink wat boost te gaan. Oh jongens, en je ziet ze hier ook al achter me staan. De Pikachu boxen. En we gaan zoveel boxen binnenkrijgen nog. Er zijn ook heel veel orders gecanceld helaas. Ik hoop dat jullie allemaal wat Shiny Fates hebben binnengekregen. Want ik weet hoe moeilijk het is om er aan te komen. Ik heb echt denk ik wel bij 10 verschillende winkels aangeklopt om wat te krijgen. Ik heb echt zoveel mogelijk geprobeerd te bestellen, maar echt meer dan de helft is gecanceld, vertraagd of geannuleerd. Echt helemaal balen. Het is natuurlijk echt crisis op de Pokémon-markt. Maar ja, dat doe je helaas even niks aan. Ik heb echt mijn best gedaan om zoveel mogelijk te krijgen, om zoveel mogelijk content te pompen. Psychic Energy, Timian Towel, Twacky, Tropius, Horsea, Spinarak, Rowlet, Morpeko, Nickit. Oh yes! Weer een Galarian Shiny. Galarian Farfetch'd. Die is zo nice, hè. Kijk hoe cool die is. Galarian Farfetch'd. Die is echt heel erg nice. Oh, hier word ik toch zo blij van. Ik vind die Shiny zo leuk, hè. En nog een holo in Diddy. En die. Weer een holo en een Shiny erbij. Echt, jongens. Dit is zo chill, hè. En ik wil toch nog wel een Shiny V-Max, hoor. Een Shiny V-Max. Een Lapras zou echt nice zijn. Voor de mensen die niet weten, toen ik Shiny Star V ging openmaken. Dat is echt een beetje de Japanse tegenligger van deze set. Toen opende ik echt 7 Laprasen of zo in 1 opening. Dat was echt bizar. En dan gaan we weer, jongens. Hoppa. Grass Energy. Rusted Sword. Luxio, Twacky, Rowlet, Trapinch, Buizel, Koffing, Shinx, en Reverse Rusted Sword, en Manaphy. Helaas, helaas. Jongens, dit is echt genieten. Och jongens, en dit is pas de allereerste opening, hè jongens. Ik dacht, ik maak gewoon gelijk een video van een ETB en een tin. En dan maken we gewoon binnenkort wat grotere pack openings. Maar dat doen we dan gewoon live. Er komen ook nog pack openings voor jullie. Dus hebben jullie misgegrepen bij de boosters. Of hebben jullie helemaal niks gekregen. Dan ga ik nog een booster opening doen op Twitch. Waarmee jullie boosters kunnen halen maar op de stream. En dan kan ik die voor jullie openen. Dus dat is sowieso nice ook. Electric Energy. Eldegoss. Gym Trainer. Cramorant. Morpeko, die heb je ook in de V-Max in deze set. Horsea. Spinarak. Rowlet. Nog een Morpeko. Dubbel Snip, hè. Shinx. En Dreadnought. Wel al 2 Shinies, jongens. Ik had gehoord dat de Shinies ongeveer 1 op 4 zijn. Nou, dat klopt ongeveer ook wel. Daar gaan we. De tin was wel goed. De eerste boosters waren van de tin. Oké. Daar gaan we. Omgewaaid. Floatzel. Dartrix. Rotom. Eevee. Horsea. Kijk maar, ja, ik vind sowieso Horsea ook echt nice art, hoor. En sowieso die hele Evolution Life vet. Horsea, Seedra, Kingdra. Och, wie heeft er ook allemaal zo'n probleem gehad met Kingdra van de 7e gym? Cynthia, if I'm correct. Van Pokémon Gold. Die kreeg je echt niet dood. Nickit. Reverse Floatzel. En... oeh, holo Luxray. Sick. Kijk deze art ook.
Heel erg nice. Echt heel erg nice. Ik denk dat het wel een veel gebruikte electric Pokémon was in de games. Floatzel reverse ik wel vetter. Floatzel sowieso wel vette Pokémon. Daar gaan we, jongens. There we go. 1, 2, 3 en 4. De fire energy, jongens. Kom op. Cramorant. Ballguy, die willen we in full art. Dartrix. Shinx. Grookey. Trapinch. Genma. Weer een koffing. Oh yes! Shiny Frostbolt! Let's go! De derde shiny alweer. Shiny Frostmoth. Super nice. Kijk dan, jongens. En wat glimt die lekkere. En wat zit er nog achter? Celebi. Heel nice. Kijk dan, jongens. Shiny Frostmoth. Dat is onze derde shiny alweer. En dat bedoel ik dus. Dat is gewoon zo lekker. Wat het mooie is van de shiny, ze zitten niet in een V of V-Max spot. Dus je kan dus en een shiny en een V. Je zou dus bijvoorbeeld ook... Shiny Charizard en nog een andere VMAX kunnen poelen in één booster. We hebben ook nog, eigenlijk wil ik ook nog een Amazing Rare. We hebben nog geen Amazing Rare. Die zitten er natuurlijk ook in 3 stuks. Kyogre, Yveltal en Reshiram. En natuurlijk wil ik die Kyogre. Dat is een van mijn lieveling Pokémon. Dat was ook degene die ik had gekozen. Ik had Sapphire. En ik had natuurlijk ook Kyogre in mijn team altijd. In die Gen 3 games. Water Energy. Rusted Sword. Dartrix. Ballguy. Kom op, full art. Trapinch. Nickit. Golcifleur. Cacnea. Cufant. Weer. Hey, oh, reverse buizen. We hadden Floats, we hadden reverse. En. Bosses Order. Nog één. Heel nice. Oké, jongens. We hebben nog 3. Oh, nog 2 packs. Kom op, jongens. Nog één dikke willen we. Nog één hele dikke willen we. Dan gaan we. There we go. Komt ie. Dark Energy. Twacky. Tropius. Gym Trainer. Horsey. Grookey. Morpeko. Spinarak. Buizel. Frostmoth. We hebben net al Shiny gehad. En nog een Manaphy. En dan de laatste booster. Zullen we die Pikachu V-Box ook nog openmaken? Dat kunnen we wel doen, toch? Laten we die Pikachu V-Box ook nog even openmaken. Dan hebben we van alles één geopend wat ik nu binnen heb. Rusted Shield. Rotom. En ik wil eigenlijk gewoon meer boosters openmaken. Ik kan het gewoon niet tegenhouden. Floatzel. Cacnea. Cufant. Eevee. Buizel. Genma. Reverse Spinarak. Oeh, lekker! Morpeko V-Max! Yes! Lekker, jongens. In de laatste booster, de last pack magic van deze Elite Trainer Box. Toch een V-Max, jongens. Kijk dan. Morpeko. Oké, we hebben nog 4 extra boosters, jongens. Ik kon het toch niet mezelf van weer houden om nog meer boosters open te maken. Ik wil gewoon meer Pokémon-kaarten. En ik wil gewoon nog meer glimmers. En ik wil nog meer shinies. En ik wil gewoon alles hebben in het leven. Dan gaan we weer, jongens. 1, 2, 3 en 4. Hopsakee. Psychic Energy. Floatzel. Dartrix. Rotom. Buizel. Genma. Trapinch. Nickit. Golcifleur. Reverse Professor Research. Heel nice. En nog dubbel. Dat is een rare blijkbaar. Het is gewoon een rare, jongens. Genieten, joh. Genieten. There we go. 2, 3 en 4. Finding Energy. Dartrix. Gym Trainer. Die heb je ook in full art. Horsey. Cacnea. Shinx. Nickit. Rowlet. Oh, yeah!
yes. Dit is precies wat ik zei en ik wilde lezen. Amazing Red Kyogre hebben. Nice, nice, nice. Heel lekker dit. Heel lekker dit. Woehoe. Lekker joh. Oh, nice. We hebben hem. Zit er ook nog wat achter? Nee, dat niet. Maar kijk hoe lekker deze is. Dit is toch een prachtige kaart. Laten we heel eerlijk wezen. Dit is wat je wil in je leven. Dit is toch gewoon wat je wilt. Oh, ik word er zo blij van. Oh, wat lekker dit zeg. Wat lekker. Oh, oh, en ik zei nog, hè. Ik wil dit in mijn leven. Kyogre. Oh, ik ben zo blij dat ik toch nog die 4 boosters heb overgemaakt, hè. Ik zei het nog. Dit is gewoon die Pikachu box. Die moeten we nog even openmaken. Ik zei het nog. Toch goed dat we dat gedaan hebben. Oké, daar gaan we. Ik jeuk in mijn neus. Oké. Electric Energy. Luxio. Gym Trainer. Tracky. Gossifleur. Snom. Koffing. Keknia. Gossifleur. Reverse Dreadnought. En Celebi. Jongen, maak me niet eens meer uit, joh. Ik heb die Kyogre gepoeld. Dat is wat je wil in je leven, dus je wil gewoon Kyogre in je leven. Zo. Steel Energy. Floatzel. Tropius. Ballguy. Shinx. Horsey. Genma. Morpeko. Koffing. Oh, lekker nog een shiny. Shiny Milkree. Kijk hoe cute die is. Yes. Gewoon nog één. De vierde al. En Boss's Order. Oh, nice jongens. Deze Pikachu box was echt heel lekker. Oh, nice. Ja, dat was hem, joh. We hebben echt een hele lekkere pools. Laten ze nog even één keer doornemen, jongens. We hebben die Indiddy Holo Luxray. Nog een Indiddy. En dan komen ze, jongens. De Shinies. Shiny Frosmoth. Shiny Galarian Farfetch'd. Shiny Galarian Rapidash. Shiny Milkree. Cinder Ace V. Ditto V. Morpeko V-Max. En last, but definitely not least, de Kyogre Amazing Rare. De kaart die ik aan het begin van de video zei, die wil ik super graag. En we hebben hem gewoon gepoeld, jongens. Kyogre Amazing Rare. Jongens en meisjes, wat een feest. Oh, genieten dit, jongens. Eindelijk een nieuwe set Pokémon. Shining Face. Hele vette set. En we gaan zoveel video's pompen de komende tijd met deze set. We gaan gewoon grote booster openingen doen, kleine booster openingen. We doen het ook live op Twitch. www.twitch.tv/monkloid.tv. Waarschijnlijk op maandag en woensdagavonden gaan we om 7 uur die openingen doen. Kom het zeker checken. Vond je nou een vette video? Drop dan nog even een like en een subscribe. En dat zou echt heel erg tof zijn. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Tot ziens!